ben buiten aan het wandelen vanwege vallende sterren. Dit is een soort van, ik weet niet zo goed wat het is. Ik denk een ruimterotsblok. En sommige stukken daarvan verdampen in de dampkring. Ik heb al een paar van die vallende sterren gezien. De meeste zijn wit. Ik ben nou aan het lopen over de Kastanjelaan. Stokkum. Het is nou -8. Misschien zelfs -9 tot -10 laag bij de grond. De voelstemper natuurlijk waarschijnlijk ook ongeveer tegen de -10 aan. Koud. Dat is apart, want in het weekend gaat het al regenen en wordt het alweer 10 graden overdag. Waren er wat uit de boom naar beneden. Komt een fietser. Het is wel echt super helder. Je kan het niet zien zo, maar als je op een donkere plek staat. Even kijken, ik kan deze inlopen, maar ik kan ook nog eentje verder nemen. Ik neem de volgende wel. Nu is meer licht, volgens mij ook. Dan zie je helemaal niks. Maar op zich is het niet slecht. De meeste camera's die filmen niet zo heel goed als het donker is. Als jij. Als hier helemaal geen lampen zouden zijn, dan zie je helemaal niks. Dat is bijna met geen camera. Er is zo'n boom die helemaal kaal is en boven zitten. Kijk of je dat op scherp stelt. Ja hoor. Oh, wel mooi. Even verder lopen. Het is wel jammer dat ik op dit moment geen statief heb, want zou ik die ergens boven op de motorbult neergezet. Camera erop. Dan kan ik mooie lange sluitertijd foto's maken. Dat gaat lastig uit de hand. Deze lampen zijn iets beter dan die ledlampen die je overal langs de wegen ziet staan. Het is zo vervelend fel. Deze hebben precies de juiste hoeveelheid licht. Mijn ogen wennen snel aan donker. En daardoor lijkt licht extra fel. Best irritant. Ziet er wel mooi uit. Dit is een lange tijd helemaal geen lamp. Zal het hier overal wel gewoon stroomdraden zijn? Aan die tuin, daar zo. Staat zo'n lichtboom. Lichtjesboom achter het ding. Ziet er een beetje uit als een hoorn. Even kijken. Ik zou eens goed eens verder op een straatje in.
zie de molen al. En dan als het goed is dat hier op het laatste stuk. Kan ik dat op scherp zetten? Dat ziet er mooi uit. Ik denk dat het net het donker is. Dat is het huis. Ja, dat. Komt niet zo mooi uit als het van mij uitziet, maar het kan ermee door. Het is best wel een drukke weg in de overdag. Hier rijden best wel auto's normaal aan deze tijd. Dan is het bijzonder als er één auto langs komt. Ja, ook van die mooie lampjes daar zo in de tuin. Ja, wel leuk. En daar is die horen. Net op het moment dat ik zei dat er bijna geen auto's komen, komt er toch een auto. Mijn camera die heeft ook een viewfinder. En als daar geen licht in is, dus als hij denkt dat er een oog in kijkt, dan doet hij zeg maar door de viewfinder uit zichzelf. De focus niet. Even kijken. Ja, nu wel. Dat ziet er wel mooi uit. Daar verderop is ook nog een in dat straatje waar ik doorloop. Bemoed. Dan kom ik ergens net voor de molenbult uit als het goed is. Er zijn lampen, dus ik kan nog wel een stukje verder filmen. Je weet wel dat licht, dat wordt wel gereflecteerd door de sneeuw. En omdat er zo'n witte rijplaag is overal. Op veel plaatsen. En daar is de molen. Je ziet dat kleine beetje licht. En nou is het achter de bomen. Even zo'n lichtjesboom. Ook een mooie. Leuk dingen. Oh, grappig. Zag een hele lange vallende stervlieger, zag ik net. Die was, paarden. Ja, die zie je niet natuurlijk. Die was minstens 3 seconden zichtbaar, denk ik. Of 2 net. Gewoon een witte licht. In een soort van streep of lijn. Ik denk toch dat ik een
een straat te ver in ben gegaan. Maar dat maakt niet uit. Zo kom je er ook. Die ligt... Dingen zie je veel. Daar staat er een in de tuin en daar verderop. Ook alweer een. Daar loop ik rechtop af. En bij de molenbult staat er ook een. Kijk, ja, gewoon die van de vier zien. Joh. Daar is die. Niet heel scherp, maar... doet hij aardig goed. Stel door een helikopter. Dan kun je die lampen vellen uitkomen voor mij. Voor de camera dan voor mij, ja. De straat zie je helemaal niet. Nou, die lampen die zie je heel goed. Ah, ik weet al ongeveer welke kant ik op loop. Ik had inderdaad een weggetje eerder mee moeten nemen. Maar er waren vast waarschijnlijk geen verlichting in die straat. Daardoor kon ik het niet zien. Het is tegelijkertijd donker, maar ook licht. En zeker door zoveel sterren. Maar kon je maar zien op beeld. Ik weet niet of je het kunt zien, maar... Nu kijk ik ongeveer naar de drie sterren van Orion. Dat is echt niet zichtbaar, geloof ik. Dat is wel jammer. Nou ben ik hier in een andere straat. Via deze straat. Ik weet even niet hoe het heet. Daar had je een korte heg. Lange heg. Lange hek was een betere naam geweest. Zag geloof ik een vallende ster. In de ooghoeken. Nou ja, gezien is gezien. Weer zo'n lichte piramide. Boom, wat het ook noemt. Het heeft wel geen zin om filmen als ik de molenbult opwandel, want daar is geen verlichting meer. Wel tot aan de weg erlangs. Als deze video online is en je bekijkt hem, dan is dat de volgende dag. Dus op dit moment weet ik niet of het later is dan 12 uur. Kom langs de kerk in de buurt. Als je 12 keer slaat, dan is het 12 uur. Of dat is het al geweest. Nou, dat denk ik nog niet. Volgens mij is het... Ik heb hem geloof ik voor 11 uur horen luiden. Ik zie wel de wijzers, maar niet... Duidelijk genoeg vanuit die om te kijken wat de tijd is. Maakt me ook niet echt uit. Dat vind ik al 13 minuten. Ik vraag me af hoeveel mensen naar zo'n lange video kijken zoals deze. Als je nu nog kijkt en deze video af gaat kijken, laat dan gewoon een vind ik leuk achter. Zodat ik dat weet.
Niet zozeer omdat ik per se heel veel likes wil, maar het is wel leuk om te weten dat mensen het gewoon kijken. Het is zo stil op straat. De hele tijd dat ik hier loop is er één fietser en één auto langs me gekomen. Sinds dat ik in Stokken ben. Als ik hier overdag zou lopen, rond de middag, dan zijn er geloof ik al een stuk of 20. Misschien zelfs wat meer. Volgens mij is het bijna 12 uur. Dat lijkt het op. En wat goed is, als ik zo naar links ga, de Modebult op. Een stukje naar boven al, dan heb je andere lampen. Die zijn wat sterker, wat licht betreft. Die lampen langs het spoor richting Zevenaar, die zijn wat mooier, die zijn wat gekleurd. Dat is niet een super felle ledlicht. Vind ik zo vervelend. Je ziet het ook als je richting Doetinchem fietst. Dat is zo ontzettend fel. Het is ook wat minder warm van kleur. Het is meer wit. Ja, dit zijn die irritante ledlampen. Oh, die zijn zo ontzettend fel. Dat is niet normaal, man. Je ziet zelfs een lensflare. Dat zie je echt niet zoveel bij deze, hoor. Je ziet hoe fijn dat is. Hij kan ook niet eens goed op focussen. Hier, deze heel duidelijke lensflare. Ik weet niet wat het ander is. Misschien een beetje stof of viezigheid. Even kijken. En dan krijg ik niet helemaal weg. Dus dat zegt hoe fel die lampen zijn. Opzij, want er komt een auto aan. En ik wijn hem weer uit Stokken. Ik vind dat ik hier al lang heb genoeg gefilmd. Doei. Het is 12 uur.